Hallo, we lijken momenteel te leven in een periode van de superheldenfilms. Ze zijn nog nooit zo populair en zo bepalend geweest. En als je al die films vergelijkt, dan valt het je wellicht op dat ze vaak hetzelfde zijn opgebouwd. Je maakt kennis met het hoofdpersonage, de schurk meldt zich, de superheld leert zijn kracht kennen, gaat relaties aan en net op het moment dat alles verloren lijkt en de held in het nauw gedreven is, vindt hij extra mentale krachten en motivatie om de wereld te redden. Voor sommige kijkers is dit de reden, naast de hoeveelheid actie, clichés en flauwe grapjes, om deze films links te laten liggen. Want het verhaal is voorspelbaar, de held zal gaan winnen en er ontbreekt spanning, want die structuur die is zo duidelijk. Ugh, holy. It's not so bad. Of het nou een film is of een boek, iedereen weet dat structuur van enorm belang is bij het vertellen van een verhaal. Daarom in deze video aandacht voor enkele literatuurwetenschappers die een poging hebben gedaan om die verhaalstructuren bloot te leggen. Al bij Aristoteles uit de Griekse oudheid vinden we aandacht voor structuur. In zijn Poëtica schrijft hij bijvoorbeeld over de 5 bedrijven en hun functies in een toneelstuk. Zijn Poëtica is prescriptief en er werd eeuwenlang genegeerd totdat men in de 16e en de 17e eeuw Aristoteles als een soort handleiding ging gebruiken. Ik blijf even bij het toneel. In 1863 schreef de Duitse auteur Gustav Freytag Die Techniek des Drama's, waarin hij op basis van Griekse tragedies en de toneelstukken van Shakespeare een 5-delige piramide introduceerde, die liet zien hoe de spanningsboog in deze stukken is opgebouwd. Hij ontdekte een vast patroon. Maar de echte drang en het geloof om op een wetenschappelijke wijze een soort oerpatroon in verhalen aan te kunnen wijzen, is te vinden bij het formalisme in Rusland en Tsjechië in de periode 1915-1930. Vanuit de volkenkunde had men in de 19e eeuw grote verzamelingen van volksverhalen en sprookjes gepubliceerd. Denk bijvoorbeeld aan de Gebroeders Grimm. En daarbij was het opgevallen dat veel van die volksverhalen op elkaar lijken. Alleen heet in het ene verhaal het personage Piet en in het andere heet die Klaas. Of was een gemene draak in een verhaal opeens een gemene heks geworden. Het was duidelijk dat het variaties waren op elkaar en dus zou er wellicht een oerversie moeten zijn. En met die aanname ging literatuurwetenschapper Vladimir Prop aan de slag met Russische sprookjes. Op deductieve wijze vergeleek hij zo'n 100 sprookjes om tot componenten te komen waaruit die verhalen zijn opgebouwd. En die componenten noemde hij functies. Voor hem waren functies binnen een verhaal iets wat een personage doet of in ieder geval wat invloed heeft op het verloop van het verhaal. En zo kwam Prop tot 31 functies in een vaste volgorde die samen de morfologie van het volksverhaal vormen. De morfologie begint bij een familielid die het huis verlaat, via een held die het gevecht met de schurk aangaat, tot aan het einde waarbij de held trouwt en de troon bestijgt. Een belangrijke toevoeging van Prop is dat deze 31 functies niet in elk sprookje te vinden zijn. Maar zijn morfologie is zo opgebouwd dat in elk sprookje enkele van deze functies te vinden zijn en altijd in de door hem vastgestelde volgorde. En als Vladimir Prop iets zinnigs te pakken had, valt op als je zijn morfologie langs de huidige superheldenfilms legt, waarin diezelfde functies te herkennen zijn. Blijkbaar volgen deze films nog steeds hetzelfde patroon als die oude Russische volkssprookjes. Het werk van Prop bleef alleen lang onopgemerkt totdat het in 1958 in het Engels werd vertaald en werd opgepikt door de structuralisten. Die structuralisten gingen op zoek naar nieuwe modellen met als resultaat bijvoorbeeld het actantieel model van Algirda Grimma. Bij zijn model gaat het niet zozeer om een verhaallijn, maar wel om een samenspel van rollen binnen een verhaal. En afhankelijk van het verhaal kan dit model meerdere malen worden toegepast op de personages. In het model is er een subject dat streeft naar een doel. En er wordt daarbij tegengewerkt door tegenstanders en er wordt geholpen door helpers. Er is een macht die beslist wie en of het doel wordt bereikt en zo eindigt het doel bij de begunstigde. En dat kan het subject zijn, maar ook de tegenstander. Een personage kan in dit model meerdere rollen hebben. Het model van Grimma is dus nuttig voor het ontleden van een verhaal, maar het is tegelijkertijd zo abstract en zo algemeen dat het niets kan zeggen over gelijkenissen tussen verhalen. Een hele dag is op deze manier op te bouwen uit accentuele modellen. Zelfs het smeren van een broodje kaas valt met deze rollen uiteen te rafelen. Het onderzoek naar basisstructuren binnen verhalen blijft onderzoekers, maar ook schrijvers, vroeger en nu bezighouden. Zo heb je bijvoorbeeld ook de Franse schrijver Georges Porty, die in de 19e eeuw iets vergelijkbaars deed met het werk van Vladimir Prop. Porty was geïntrigeerd door een uitspraak van de Italiaanse librettist Carlo Gozzi uit de 18e eeuw. Die had beweerd dat er maar 36 dramatische situaties bestaan. Porty ging de uitdaging aan om deze op te zoeken en noteerde er vervolgens 36. Maar als je die lijst bekijkt, kun je je afvragen of het er niet meer zijn. Of minder, want sommige lijken toch ook best wel weer veel op elkaar. De afgelopen decennia zijn er meerdere boeken verschenen van schrijvers met telkens weer de stelling dat het aantal verschillende plots, oftewel verhaallijnen, kan worden teruggebracht tot 3, 7 of toch maar weer 20.
een leuke invalshoek komt van de overleden schrijver Kurt Vonnegut, die volgens eigen zeggen ooit een onderzoeksvoorstel indiende bij een universiteit om plotlijnen vast te leggen in een grafiek aan de hand van het geluk van de hoofdpersoon. Zo zouden verhaallijnen worden teruggebracht tot grafische figuren. Okay, so the fairy godmother comes. Gives her shoes, gives her stocking, gives her mascara. Gives her a means of transportation. Goes to the party, dances with the prince, has a swell time. Boring, 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 boring. Now there's a slight inclination to that line as I've drawn it because it takes perhaps 20 seconds, 30 seconds for a grandfather clock to strike 12. Does she wind up at the same level? Of course not. She will remember that dance for the rest of her life. Now, she poops along on this level till the prince comes, the shoe fits, she achieves off-scale happiness. Bij het zien van het filmpje kun je afvragen hoe serieus Kurt Vonnegut was over dit voorstel. Maar dit is wel precies hetgene wat onderzoekers aan de Universiteit van Vermont 2 jaar geleden hebben gedaan. Maar dan met een computer. Hun softwareprogramma ging bij ruim 1700 verhalen op zoek naar woorden met een emotionele lading, positief of negatief. En aan de hand daarvan kreeg elk verhaal een grafische weergave van de hoeveelheid geluk of ongeluk. Hun zogeheten hedonometer die je online kunt bekijken toont geluksgrafieken van bijvoorbeeld Frankenstein, Pride and Prejudice, Die van Wang Dong en Harry Potter. Please. Avada Kedavra. Vervolgens hebben ze al die grafieken van die ruim 1700 verhalen op elkaar gelegd. En zo kwamen ze tot 6 verschillende verhaallijnen. Emotional arcs. En die gaven ze de volgende namen. Rags to Riches. Riches to Rags. Man in a Hole. Icarus. Cinderella. Een Oedipus. Dit zijn figuren die je zonder een computer ook wel had kunnen bedenken, zie de video van Vonnegut. En de vraag is of er nou hiermee een einde komt naar de zoektocht naar oerpatronen in onze verhalen. Los van de bezwaren die je kunt aandragen naar de methodologie van het onderzoek en naar het corpus dat de onderzoekers hebben gebruikt, loopt dit onderzoek in een oude valkuil. Een verhaal gaat over geluk, gaat over doelen en daarbij zijn er stijgingen en dalingen te ontdekken. En er zijn veel verhalen met een happy end. Maar de kracht van een verhaal is niet te simplificeren tot een grafiek of tot een toe- of afname van het aantal woorden met een emotionele lading of tot functies. Verhalen zijn namelijk altijd gekoppeld aan de realiteit. En die stap, de koppeling met de realiteit, die maakt een lezer. En hoe een lezer die stap maakt, dat kun je niet uit de opbouw van een verhaal halen. Maar zelfs niet uit de woorden die een schrijver op papier heeft gezet. Om dus echt tot oerpatronen van verhalen te komen, zul je denk ik de analyse van de tekst moeten koppelen aan een neurologisch onderzoek bij lezers. Naar wat de plots, maar ook wat woorden en zinnen teweeg brengen.